Welkom bij weer een nieuwe uitzending van TV Maastricht. Zometeen maken we kennis met Misha Boddenberg, een student uit Zuid-Afrika. En welkom in Maastricht. Daarna kunt u kijken naar Vitrine. Maar nu eerst het nieuws met Olga Hupkens. De 23e autobrand, de sportieve kant van studenten en een bezoek aan de camperplaats. Hallo allemaal, het is donderdag 20 augustus en dit is het nieuws van vandaag. Het was weer raak vannacht. In Wittevrouwenveld is een auto in vlammen opgegaan. De 23e dit jaar. De politie onderzoekt de reeks branden en laat weten dat er overeenkomsten zijn in de werkwijze. Of het om één dader gaat of om meerdere daders is nog niet bekend. Na 3 dagen feesten, studentenverenigingen bezoeken en elke dag te laat naar bed, hebben de inkomststudenten zich vandaag van de sportieve kant laten zien. De studenten sportverenigingen presenteerden zich aan de nieuwe lichting op de Griend. Frisbee, is dat een typische studentensport? Nou, je zou zeggen van niet, maar het is wel echt een opkomst. Dus steeds meer studenten in Nederland en in steden zijn er teams zich aan het vormen. Er is ook best wel grote competitie over heel het land. Dus eigenlijk 1 keer in de zoveel weken is er ergens op een zondag in Nederland een competitie gaande. En ook in Maastricht is het team al echt flink aan het groeien. Een gezonde geest en een gezond lichaam. Nou, alles behalve op dit moment. Hoe is het eigenlijk gesteld met de studentengewichtheffers in Maastricht? Zijn die goed bezig? Het begint steeds meer te groeien, maar dat komt omdat wij als fitness eigenlijk echt meer functionelere krachttraining proberen te promoten. Dus dat is eigenlijk steeds meer aan het groeien. Dus de beginners zijn nu eigenlijk een beetje bezig aan het groeien tot echt goede gewichtheffers. Waarom is de combinatie sport en bier zo'n goede combinatie? Ja, ik denk dat het vooral is dat sport gaat om gezelligheid en bier uiteindelijk ook. Ja, wij zijn de studentenzwemvereniging hier in Maastricht. Maar ja, het is natuurlijk een beetje lastig om hier een zwembad in te graven op de Griend. Daar zal de gemeente ook niet zo blij mee zijn en dit parkeergarage ronden. Dus we dachten, laten we met z'n allen gaan buikschuiven. Waarom sport en bier samen gaat? Ik heb echt geen idee. Ik heb echt... Wacht. Een biertje smaakt het lekkerste naar een wedstrijd. Een biertje smaakt het lekkerste naar een wedstrijd. Je moet iets uitzweten. Of dat nou zweet is of bier. Maakt ook niet zo heel veel uit, toch? Ook op de Griend vandaag enkele studenten van LGBT Maastricht. Zij organiseren het hele jaar door activiteiten voor homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders. Creëren voor mensen die langs willen komen een platform waar zij zichzelf kunnen zijn. Het maakt ons niet uit wie je bent, wat je doet. Het gaat erom dat we het gewoon gezellig met z'n allen hebben. En op basis van feestjes en af en toe kun je nog eens een keer een lecture of een debat. Ja, hebben we het gewoon gezellig met elkaar en kun je zijn wie je wilt. En dat is eigenlijk wat we doen. Bij een studentenvereniging word je meestal verplicht om naar een borrel te gaan op bijvoorbeeld een maandag of een donderdagavond. En bij ons kun je gewoon, als je wil komen, dan kom je op soms een dinsdagavond. We hebben af en toe een feest op de vrijdagavond. En als je niet komt, is dat geen probleem. Wij bieden gewoon een leuk, open platform voor iedereen. Het is wel gezellig met iedereen, maar het is ongedwongener dan bij een studentenvereniging, vind ik persoonlijk. Van de speciale menus die tijdens de restaurantweek verkocht zijn door 22 restaurants, zijn er ruim 5500 verkocht. Van elk couvert gaat een kwartje naar de stichting Stille Armoede Maastricht. En de komende week wordt dit bedrag uitgereikt. Het aantal speciale borrelhapjes die werden verkocht bij een reeks cafés zijn vergeleken met vorig jaar verdubbeld. De camperplaats Maastricht aan de Bosserweg is al 1,5 week open en al heel wat reizigers weten de plek te vinden. Wij komen nu van Duitsland af. We zijn begonnen in Nederland. Toen naar Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Toen weer terug. Zijn we in Duitsland geweest. En dan kwamen we mensen tegen van hier uit de buurt. En die zeiden, hier is een hele mooie plek voor campers. Dus dat was helemaal nieuw. En dat was even zoeken. Maar het is een hele mooie plek hier. De familie Bernal is helemaal vanuit Spaans Baskenland naar Maastricht gereden. What is so nice about traveling with a camper? Yes, it's a nice traveling with camper because you are free. Eh? You take your house with you.
En tot zover het nieuws. Ook vandaag ontmoeten we een nieuwe inwoner van Maastricht. Na de reclame is het de beurt aan Misha Boddenberg uit Zuid-Afrika. Daarna is er nog een aflevering van Vitrine. Alle programma's ziet u terug via rtvmaastricht.nl en natuurlijk op ieder gewenst moment via onze Facebookpagina. Een hele fijne avond en graag tot morgen.